Goedemorgen. Het echoot. Wat een heerlijk ontvangst. Oprecht meen ik dat. Ik bedoel, ik mag nog niet zoveel spreken als Henk ooit gedaan heeft, maar ik kom regelmatig op veel plekken. Maar wat een bijzondere ontvangst hier. Sowieso het gebouw, de ambiance. Maar ook de hartelijkheid, de sfeer valt mij in ieder geval direct op. Ik moet u zeggen, ik zat net na te denken, waar zit het precies in? Komt het door uw uitstraling? U ziet er de meeste van u buitengewoon vriendelijk uit. Nog wel. Dat kan snel veranderen als u Henk en mij aan het woord laat. En toen begon Miel te spreken net en toen dacht ik, nee, daar zit het in. Die heerlijke zachte G. Wat ben ik daar jaloers op. U moet zich voorstellen, ik kom uit de Alblasser Waard, als u weet waar dat ligt. Een deel van de Bijbelbelt en wij hebben echt een harde A. Heel scherp, wij zijn ook scherp. Scherpslijpers, het stikt bij ons van de kerktorens. Hier ook, maar dan is het toch overwegend Rooms-Katholiek. Bij ons hebben ze allemaal een andere naam. Omdat de een voor de ander het beter weet. En blijkbaar moeten we dat uitschreeuwen of zo met scherpte. En toen dacht ik net, ik ging hier bezwaard naartoe. Het was kantje boord of ik wel kon komen. Ik ben 2 dagen geleden getroffen met een forse verkoudheid. Dus vannacht was het een en al. Ik bedoel, mijn hoofd zit vol, maar niet met kennis en wijsheid vandaag. En toen dacht ik, 1 voordeel, mijn stem is redelijk gebroken nu. Dus dat komt een beetje in de buurt van de zachte G. Dus ik hoop dat u mij ook zonder vertaling kunt verstaan en begrijpen. Ik vind het fijn dat ik vanmorgen mag, voor Henk. Omdat we hebben 2 weken geleden elkaar even gecontact hoe we dit vandaag zouden doen samen. En een van de heerlijke dingen is dat als je Henk als geestelijk vader hebt, en dat heb ik. Ik moet misschien een beetje op afstand blijven of niet? Nee? Oké. Okay. Dat Henk zei toen ik vroeg, Henk, ik ben 's morgens, moet ik nog uitkijken dat ik het gras niet voor je voeten wegmaait? Henk zei, Arie, jij krijgt alle ruimte. Ik corrigeer het wel. En alles wat jij niet genoemd hebt, dat doe ik wel. Ik ben ook blij trouwens dat ik dit thema heb en Henk het thema van vanmiddag. Ik wil met u vanmorgen spreken over het verlangen, ons verlangen naar God. En Henk spreekt vanmiddag over het verlangen van God. Een cruciaal verschil. En ik ben er blij om dat ik Henk echt als een godsman zie. Waar ik overigens zelf in mijn leven echt veel aan gehad heb, dat weet Henk. Henk heeft ook absoluut bijgedragen aan de bekering die ik zelf mocht meemaken. In ieder geval in het wortelschieten. En ik blijf het nog steeds een groot wonder vinden. Dat ik jaren in de zaal heb gezeten en dat ik nu af en toe achter het katheder sta. En zelfs samen met iemand die van zoveel betekenis is geweest. Zo werkt God door generaties heen. U hebt net hier de kinderen, hè, hebben we uitgeapplaudisseerd. Maar zo vooral door inspiratie. Het evangelie, Miel bad er ook voor, dat God de ziel aanraakt. Dat gebeurt door inspiratie. Dus niet per definitie door kennis. Zoals Miel al zei, de zaal kan ook vol zitten met theologen. Niets mis mee trouwens met theologen. Maar aan theologische kennis zelf heb je niets. Pas als het vrucht gaat dragen, dan kan God er iets mee. En dan pas heeft het iets met het koninkrijk te maken. En ik hoop zo dat dat wat wij vandaag mogen ventileren, in ieder geval doen we dat niet als theologen, daar zijn wij niet voor opgeleid, maar dat het wel vrucht draagt. En wij hopen iets deel te mee te geven aan jullie wat misschien in ons eigen leven ook inmiddels al vrucht heeft mogen dragen. Vanmorgen sta ik met jullie stil bij ons verlangen naar God. Ik noem even ons verlangen, want het is het verlangen, maar ik maak het graag persoonlijk. Ons verlangen naar God. Eerst een paar vooropmerkingen hierover en dan pak ik het Bijbelgedeelte wat ik vanmorgen erbij wil pakken. En nog wat andere teksten straks, maar eerst even dat woordje verlangen. Dat vind ik cruciaal. En daarom ben ik zo blij met dit thema voor mij. Want ik vind Henk een godsman, maar ik ben iemand die buitengewoon gefascineerd is door mensen. Ik zeg niet dat Henk dat niet is, maar ik heb er wel mijn dagelijks werk van gemaakt, mijn roeping, om mensen te helpen. Mensen die vaak
kapot gemaakt zijn in hun verlangens. Dus ik zak iedere dag af in de duisternis van menselijke levens. En soms is het ook echt duister. Mensen die alle verlangens kwijt zijn. Die amper nog kunnen leven. Die het liefst ook zouden sterven. Die daar ook letterlijk om bidden. Heer, neem me weg. Het is ondraaglijk. Dus ik heb echt mijn roeping gevoeld en nog steeds. Om niet alleen dit te doen, maar vooral ook één op één mensen nabij te zijn. En oh, lieve broers en zussen. Wat kun je je dan machteloos voelen. En dat voel ik ook. En ik ben God dankbaar trouwens dat ik dat kan voelen. Dat ik niet de neiging heb om het op te moeten lossen. Dat is allereerst vaak al erg voor de ander. Want dan kom je weer met allerlei suggesties die ze al 10 jaar horen of 15 jaar. Vaak ook bij de instanties. Probeer eens dit, doe eens wat harder je best. Of ze horen het in de gemeente. Ook tragisch. Maak regelmatig mensen mee die letterlijk hun geloof zijn kwijtgeraakt. Omdat het maar niet geneest. En iedereen roept dat het wel moet genezen, want dat hoort bij geloven. Bij die mensen zijn en je dan echt 100% betrokken voelen, dat is mijn streven. Ik weet nog steeds niet wat 100% is. Maar ik wil me ook 100% machteloos mogen voelen. En dan kom je dichtst erbij. Dichtst bij de ander en het dichtst bij jezelf trouwens ook. Als u uzelf wil ontdekken, als u ontdekt wil worden aan uzelf, en dat gaat u straks nog een keertje horen, dan moet u wat meer afzien van een maakbaar leven en wat meer in de gebrokenheid komen. Dan pas ga je ontdekken wie je bent. In een maakbaar leven, succesvol, of dat nou maatschappelijk, sociaal, relationeel, religieus is, in een maakbaar leven doe je juist mee aan een illusie. En ontwikkel je ook een illusionair ik. Dan denk je dat je iemand bent, maar ach, het is maar een schim van wie je eigenlijk bedoeld was. Pas als je afgepeld wordt op het niveau waar je hoort, namelijk je bent maar schepsel, dan kom je op je diepste ik. En weet u, en daar zit mijn passie. Daar zitten ook onze verlangens. Wist u dat het hebben van verlangens typisch iets is voor mensen? Voor zover wij weten hebben planten, bomen en dieren hier geen last van, om het maar even wat negatief uit te drukken. Die hebben overigens wel behoeften, net als u. Wij hebben ook een lichaam met behoeftes. En dieren ook, lichamelijke behoeftes, die voorzien moeten worden om in leven te blijven. Maar een verlangen is iets anders. Een verlangen heeft te maken met het feit dat u een geestelijke component hebt. U bent door God geschapen met een geest. Een mens heeft een geest, ziel en lichaam. En vanmorgen staan wij vanuit onze kant, hè, ons verlangen naar God, staan we stil bij onze geestelijke verlangens. En wij hebben door God ingeschapen enorme, diepe verlangens gekregen. En je zou kunnen zeggen, als je het zou willen samenvatten, wat willen comprimeren, het allerdiepste en tegelijkertijd krachtigste verlangen wat wij als mensen hebben, zijn dus niet je lichamelijke behoeften, die zijn ook belangrijk. Overigens, als dat voorop staat in je leven, en die mensen zijn er veel, vooral in een welvaartscultuur hier, die willen vooral hun lichaam bevredigd hebben, dan zit je eigenlijk op een dierlijk niveau. Het is buitengewoon tragisch. Dat zijn overigens mensen waar vaak gigantisch tegen opgekeken wordt. He, die idolen, die het goed hebben, die hebben goed geboerd. En die gaan letterlijk aan alle liederlijkheden en uitspattingen ten onder. Hun ziel holt steeds meer uit. Hun mens zijn ontwaard en ontaard. Omdat ze voortdurend de lichamelijke kicks willen hebben. Op seksueel vlak, op eten, op drinken, op sport. Op relaties, met de spoor van destructie achterlatend. Ik wil Augustinus een paar keer citeren, nou dit is er eentje. Alles wat wij aan goeds ondernemen, het stond vanmorgen trouwens in het Nederlands Dagblad, een uitspraak van Paul van Geest, gisteren op een symposium van een nieuw boekje van Els van Dijk, van de EA, de Evangelische Hogeschool. Groeien in Verlangen, geloof ik, heet dat boekje. Ik had er ook
willen zijn, maar ik had wat andere afspraken. Maar Paul van Geest is een hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Is een Augustinus-kenner. En dit citaat stond er. En ik heb hem toch even overgeschreven voor vanmorgen. Alles wat wij aan goeds ondernemen, zegt Augustinus, doen wij niet uit eigen kracht, want wij zijn gepokt en gemazeld in hoogmoed en vraatzucht. Hoppeta. En eerlijk, ik merk het ook bij mij. Ik heb het in ieder geval sterk gemerkt. En ik kan alleen maar van genade spreken als je daar minder en minder last van mag krijgen. Dus je ziet heel veel mensen, juist in de westerse wereld, en als je niet uitkijkt word je zelfs opgetrommeld om mee te doen. Zelfs onder de naam van Christus gebeurt het. Dan kom je wat meer in de succesvolle welvaartshoek terecht. Dat je er vooral alles uit moet halen wat erin zit. En lieve mensen, even niets mis met groei en bloei. Ik ben een groot voorstander daarvan. Sterker nog, ik richt me daar in mijn hulp ook op, in mijn nabijzijn. Maar wel als een vrucht en niet als een doel wat bereikt moet worden. Of een eindeloos verlangen wat vervuld moet worden. Want nu kom ik weer terug bij dat verlangen. Wij zijn dus niet geschapen om ons lichaam vol met vraatzucht te pompen. En overigens daardoor steeds meer honger te krijgen. Hè? U weet wat de dynamiek is van een verslaving. Hè, hoe meer je het gebruikt, hoe meer je het ook nodig hebt. Er zit een verdubbelingsfactor in. Hè? Als je meer eet, wordt je maag groter. Heb je nog meer nodig. En dat geldt met al die behoeften die je bevredigd wil hebben. Je komt in een eindeloze spiraal van meer, meer, meer. En meer is nooit genoeg. Heb zucht. De zucht naar hebben. Onze ziel, ons diepste verlangen, want ik noem het echt een geestelijk, een zielsverlangen. De Bijbel maakt daar wel onderscheid in, maar ik eigenlijk ook. Maar ons diepste verlangen is eigenlijk, en volgens mij hebben we daar te maken met het feit dat we naar het beeld van God zijn geschapen. Wij verlangen naar waarde. Het diepste verlangen wat God aan de mens heeft gegeven is dat de mens zich buitengewoon waardevol voelt. Van betekenis. Dus niet van nut. Dat wordt geproclameerd in het economische systeem. En als je niet uitkijkt, heb je die cultuur ook al in je zitten. Ik ben van waarde als ik van nut ben. Dat is de reden waarom heel veel mensen op oudere leeftijd geen afscheid kunnen nemen van hun baan. Kan een reden zijn. Nooit aan de buitenkant beoordelen, maar altijd naar het motief vragen. Daarom kun je op oudere leeftijd verbitterd raken. Of als je ontslagen wordt, raak je verbitterd. Waarom? Je bent niet meer van nut. En mijn nuttigheid was mijn waarde, mijn betekenis. En dan zit je dus op het diepste verlangen van hoe je geschapen bent. En Augustinus zegt het zo mooi, want waar is dat verlangen nou aan te koppelen? Niet aan het economisch nut. Augustinus zegt, God heeft ons geschapen met een intens verlangen naar hem. He, wat ook wel uitgedrukt wordt, the God-shaped hole in your heart. Er zit een gat in je hart en daar past eigenlijk alleen God maar in. Dus het is logisch dat mensen voortdurend verlangen. Dat vind ik ook het feest van de eeuwigheid. Dat je straks in de intimiteit met God voortdurend gevoed wordt in dat verlangen. Op een betere manier dan hier. Dat gaan we straks nog wel zien. Dus de eeuwigheid is niet saai. De eeuwigheid is echt vol worden. Vervuld worden. Met een heel plat woord kikken. Maar ja, kikken staat heel vaak weer met dat vraatzuchtige. Maar ja, heel worden. Vreugde vind ik zo mooi. Groeien in vreugde. En wanneer groei je echt in vreugde, dus niet in leuk zijn of zo. Hè? Leuk is ook wat plat. Vreugde is dat diepe gevoel van, ik mag er zijn. Wat is het leven goed? Wat mag ik genieten? Vreugde en vrede, het woord prachtig, wat Miel ook over ons uitbad. Vrede, die passen bij elkaar. Lieve mensen, zo ben je geschapen. En niet alleen jullie, zou je zo ook naar ieder ander mens willen kijken? Ook als ze aan de buitenkant niet echt hetzelfde doen als jullie. Misschien wel hele destructieve dingen, ze gaan ten onder aan vraatzucht.
Zou je alsjeblieft niet willen oordelen? Maar iets in je hart voelen van, oeh, wat heeft die nog een honger? Oh, wat heeft die nog een heleboel surrogaat nodig? Oh, mijn hart breekt. Wat zou ik graag dicht bij die mensen willen komen? Ik vraag dat met nadruk, weet u dat? We zijn als christenen, vooral als u wat langer christen bent, beter gezegd, misschien als u nog een beetje religieus bent, dan hebben we zo de neiging om een kloof te voelen tussen die mensen en ons. En die kloof genereren we vaak zelf. Want die mensen doen zulke andere dingen, noem het gerust zonde. En dan zijn we voor we het weten de bewogenheid kwijt. Sterker nog, die hebben we niet eens gehad. Dan kunnen we zo zeggen, oh, die zitten echt verkeerd, zeg. Die zijn echt fout. Nou, gelukkig wij niet. Weet u, de Heer Jezus kwam met die bewogenheid naar de wereld. Om al het verlorene te zoeken en te redden. Ik moet u zeggen, ik ben 3, 4 weken geleden, ik weet het niet, ben ik voor het eerst in een voetbalstadion geweest. Ik heb er ook een artikeltje over geschreven in het Nederlands Dagblad. Ik weet niet of u die krant leest, maar het liep er ook in een uurtje uit. Ik kan niet eens schrijven. En ik was nog gevraagd op een zondag, want ja, dat gebeurt allemaal op een zondag, door een ex-hooligan die ik ontmoet had, waar mijn hart voor gebroken was. Arie, ga nou eens een keer mee naar mijn kerk. Nou, dat was een kerkdienst. Ik zat ook in vak S bij Feyenoord. Mijn kinderen vonden het echt godslasterlijk dat ik naar Feyenoord ging. Het was echt de valse kerk. Het zijn notoire Ajax-aanhangers. En moet je je voorstellen, ja, het is ook echt erg als vader, want ik ben met mijn kinderen nog nooit mee geweest. Niet dat ik ze veroordeel. Ik heb het een beetje aan mezelf te danken volgens mij. Maar ik ging naar Feyenoord, vak S. Nou, zitten hier trouwens hooligans, ex-hooligans? Ja, ik probeerde het te spotten, want wij hebben een kledingcultuur, maar die mensen ook, hoor. Jongens, wat een fascinerend gebeuren. Als je de mensen niet oordeelt, dan breekt je hart. Zo ben ik ook echt geëindigd. Wat zou ik deze jongens, want het zijn bijna allemaal mannen, wat zou ik deze jongens willen laten ervaren dat ze meer dan overwinnaars kunnen zijn? Want ze snakken naar een overwinning. Daar moeten ze de week weer mee doorkomen. Als mijn clubje maar wint, dan haal ik mijn betekenis weer omhoog. Voel je hem? Voel je dat verlangen? Hetzelfde verlangen. Dan wordt mijn ziel gevoed. Overigens, ze moesten tegen de lichtstad. Er werd niet gezongen over palen poorten. Er werd wel over allerlei andere dingen. Het Joodse volk kwam voorbij. Het is jongens, de liederen zijn, maar tegelijkertijd, het is religie. Het is een diep verlangen, wat je daar ziet gebeuren. Zij verlangen ook naar God. Hun God is Feyenoord. En daarom ga ik nu lezen wat ik graag wil gebruiken voor vanmorgen. Romeinen 1, vanaf vers 16 tot en met 25. Daar schrijft Paulus dit. Schitterend stukje over de anatomie van de schepping en hoe het verworden is. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor de Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. En vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. Want wat een mens over God kan weten, is hun bekend, omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. Want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas
En hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun lage begeerte uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover. En ik wil vooral die laatste versen pakken. Wat zie je hier gebeuren? Nogmaals, ik vind het een magistrale tekening van de anatomie van de schepping. En Paulus zet hier zo glashelder neer. Je zou kunnen zeggen waar mensen door gedreven worden. Mensen hebben een bijzonder groot verlangen om iemand te zijn, om iets te zijn, om van waarde te zijn. Opnieuw, daar zie je misschien wel de grootste handtekening al van God. Voor mij wel. Het feit dat wij dat verlangen hebben, vind ik een prachtige definitie en bewijs van het feit dat we naar Gods beeld geschapen zijn. We lijken op hem. Henk gaat hier verder over in, maar God heeft ook zo'n intens diep verlangen dat alles zijn waarde terugkrijgt. En wat is de ontsporing van de mens? Nou, dat zie je hier in die laatste verse. We hadden God kunnen kennen, we kunnen hem nog steeds kennen. Maar wat we doen, en dat begon natuurlijk al in het paradijs, is dat datgene waar God in uitblinkt, schepper zijn, volkomen boven jou als schepsel verheven, wat jou dus als schepsel totaal afhankelijk maakt van je schepper, dat hebben wij doorbroken doordat ons ingefluisterd werd en nog elke dag ingefluisterd wordt. Joh, je kan het ook zonder hem. Je hebt hem niet nodig. Jij kan dat diepe verlangen van je, kan je ook op een andere manier bevredigen. Lijkt je dat geen goed idee? Niet meer afhankelijk zijn van een autoriteit boven jou. Nee, zelf in je autoriteit staan. En zelf de mogelijkheid hebben om met al je middelen je eigen leven betekenis te geven, om je eigen verlangen te bevredigen. Dat diepe verlangen. En wat gebeurt er dan? Wat is de tragiek? Dat we niet meer verlangen naar God met een hoofdletter G, maar dat we verlangen naar God met een kleine G. En nou komt het verbijsterende. Alles in dit leven leent zich daarvoor om te vergoddelijken. Let op, vergoddelijken betekent dus, je gebruikt het ten diepste voor die diepste behoefte. Je gebruikt het voor de functie die God heeft. Je douwt het in dat Godgat, wat natuurlijk niet past. Vandaar dat je meer nodig hebt. Of net iets anders. Of net iets beter. En dus gooien we het oude weer weg. En alles wat God geschapen heeft, leent zich hiervoor. En weet u, dat begon al na de zondeval. Wat geen misverstand, hè? Ik bedoel, waar ik het nu over ga hebben is afgoderij. En veel mensen die een religieuze achtergrond hebben, die denken bij afgoderij altijd aan iets wat heel zondig is. En dat is het ook. Want je mist volledig je doel. Maar men denkt ook altijd heel vaak dat er dingen zijn die ook in Gods ogen niet kunnen bestaan. Dus de afgod zelf, hè, meestal denken we aan Baalbeelden of Astartes, omdat we die in het Oude Testament natuurlijk kennen. Of het Gouden Kalf. Hè, verwerpelijke afbeelding of afbeeldingen van seks of zo. Of, nou, denk maar iets aan perverse dingen. Ja, was het maar waar. Was het maar waar dat het zo makkelijk te onderscheiden was. Nou, Paulus trapt niet in die valkuil. Nee, die zegt, ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld. Ruilen. Hè? God weggezet. En ik wil er wat anders voor terug. Dat schijn je in een casino te doen. Hè? Dan geef je geld en dan krijg je daar fiches voor terug. Nou, zo doen we het naar God ook. We leveren God in. En we willen de dingetjes voor terug hebben waar je hier wat aan hebt.
Voor beelden, zegt hij, ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Beelden, hè? En beelden moet je hier, denk ik, vertalen met... Wij verbeelden ons er iets mee. Wij geven er de waarde aan. Wij maken ze tot goddelijke proporties. En weet u wie daar als eerste mee begonnen was? Adam. Nou, misschien Eva met die boom. Ik heb wel de moeite om vrouwen weer eerst de schuld te geven. Maar ja, het schijnt wel bijbels te zijn. Maar anders corrigeert Henk dat. Dan haalt hij die kastanjes uit het vuur. Maar, weet je natuurlijk, Eva had niet naar die stem moeten luisteren. Want die boom, die kende ze. Hoe vaak was ze er al langs gelopen? En haar God, onze God, had gezegd, Eva, Adam, daar niet aan zitten. Weet je, de hele hof is voor je. Maar die ene, daar moet je afblijven. Die gaat over zoiets belangrijks, namelijk over de waarde. Goed en fout. Die gaat over de moraal. Daar moeten jullie je niet eens druk over maken. Net als die kleine kinderen hier. Overigens moet je al uitkijken met leeftijden. Weet, die heerlijke kleine kinderen, die geen enkel besef hebben van goed en fout. Het enige besef wat ze hebben, hebt u er alweer in gepompt. Moet ook trouwens hoor. Maar kind wordt, je zou kunnen zeggen, zonder geweten geboren. U bent het externe geweten van uw kind. Tot een bepaalde leeftijd. En als u een beetje goed wil opvoeden, dan zorgt u dat ze zo volwassen mogelijk in hun moraliteit terecht. Maar zo'n klein kind gelooft alles. Dat is ook zo'n kind wat Jezus in het midden roept. Als die 12 mannen natuurlijk weer een verschrikkelijk belangrijk theologisch dilemma hebben. Wie van ons is straks de grootste in het koninkrijk? Weet u, dat is eten van de boom van goed en kwaad. En dan roept Jezus zo'n klein kind. En zegt, weet u, als jullie met z'n 12 niet worden als zo'n kind, zoals dit kind. Zoals een kind blind moet vertrouwen op de moraliteit van de autoriteit boven hem, papa en mama. Zo moeten jullie je vader in de hemel vertellen. Zo was het in het paradijs ook. Blijf er vanaf. Maar toen kreeg Eva ingefluisterd. Je wordt als hij. Je krijgt een upgrade. En toen gingen er ogen open. Weet u, beelden en verbeelden. Wij leven ook in een beeldcultuur. Sterker nog, wij zijn ook zo geschapen. Beelden doen heel veel met hem. Toen keek ze naar de boom, die ze al weet ik hoe vaak. En toen zag ze ineens dat de vruchten aantrekkelijk waren. Ja, mijn stelling is, die vruchten waren niet veranderd. Eva was veranderd. En toen zag ze er ineens iets in, dat had ze eigenlijk nooit gezien. Nou, dat is nou exact wat je hier ook ziet gebeuren. Wij gaan dingen die we van God krijgen, geschapen dingen, vergoddelijken. Nou, dan wordt Eva op het matje geroepen. Maak even snel een spurt door de zondeval. En dan komt Adam. En weet u wat de eerste zin is die Adam van God te horen krijgt? De eerste. Wie roept hem? Even, het is toch gezellig, intiem. Henk mag niet, want die weet alles. Sorry? Waar ben je? Ja, maar dan, dat klopt. Maar dan komen ze tevoorschijn. Maar wat krijgt Adam als eerste te horen? Jij hebt naar je vrouw geluisterd. En dat is geen flauw grapje nu, mannen. Heb je het nou gehoord? Nooit meer naar je vrouw luisteren. Nee, nou heb je van mij zo'n groot cadeau gekregen. Het was het mooiste wat je kon krijgen als geschapen onderdeel. En je hebt haar vergoddelijkt. Wist u trouwens dat dit een van de grootste afgoderijen is waar een mens bijna van nature invalt? Überhaupt van nature. Weet u dat uw grootste en diepste afgoden die u afhouden van uw verlangen naar God, zijn uw intieme relaties. Jezus noemt ze zelfs je grootste vijand, je huisgenoten. Want wie meer van zijn vader of moeder houdt, of van zijn zoon of dochter dan van mij.
Jongens, afgoden zijn dus geen verderfelijke dingen. Afgoden zijn goede geschenken van God. Alleen het wordt een afgod als het niet meer iets goeds is, maar God. Eén letter ertussenuit, de E. Als u de E elimineert, maakt u van het geschapene een God. En let op, u zingt er misschien geen liedjes over. Maar zo werkt het dan wel in uw geest en in uw ziel. U hebt het nodig voor uw betekenis. U hebt het nodig voor uw zekerheid. U hebt het nodig voor uw geluk. En u hebt het zelfs harder nodig dan God. Als je het eerlijk beproeft. Want het voorziet in datzelfde verlangen waar God in moet zitten. En opnieuw, dan blijft het nog steeds goed. Een man en een vrouw of kinderen is een groot geschenk. Middelen zijn een groot geschenk. Maar als u het gaat verbeelden als iets, ja, maar ik heb het nodig om iemand te zijn, ik heb het nodig om van waarde te zijn, ik heb het nodig voor mijn levensgeluk, dan is het uw God geworden, uw afgod. En dit staat het verlangen naar God het meest in de weg. Augustinus zegt het zo, vond ik ook een mooi citaat van. Nemen we als voorbeeld een jongen die voor zijn meisje een ring gemaakt heeft, waarbij het meisje blijk geeft meer van de ring die ze kreeg te houden dan van de jongen die hem voor haar maakte. Verraad dan haar voorkeur voor het geschenk van haar verloofde eigenlijk geen overspelig hart. Ook al houdt ze van het geschenk. Ze hecht weliswaar waarde aan hetgeen haar jongen haar gegeven heeft, maar men vraagt zich terecht af wat dat voor een vrouw is die zegt, aan deze ring heb ik genoeg. Zijn gezicht hoef ik nooit meer te zien. Ik ben blij dat u erom kunt lachen, maar laat hem ook even binnenkomen. Want we gaan straks naar het aangezicht van de Heer Jezus. Wie zou een dergelijke harteloosheid niet afschuwelijk vinden en als een soort overspel beschouwen? Men bemint goud in plaats van een mens. Een ring in plaats van een verloofde. Zo heeft God u, al dus Augustinus, u de hele wereld geschonken. Bemin dus degene die haar voor u gemaakt heeft. En er is nog meer dat hij u wil geven, namelijk zichzelf. Maar als u het geschapene bemint met voorbijzien van de schepper, moet uw liefde dan niet als een soort overspel worden bestempeld. Al dus Augustinus. Jongens, dit komt bij mij diep binnen. Want gaat dat rijtje dan maar af? Wat is het je waard? Wat staat er tussen God en jou in? Welke beelden heb jij elke dag nodig? Met je ogen of tasten? Welke zintuigelijk tastbare dingen maken jouw leven tot iets wat jou waarde geeft? En ik zei al, we leven in een beeldcultuur. Ik geloof ook echt dat dit een van de sterkste wapens is. Henk en ik hadden het er 2 weken geleden over. Via de telefoon. En toen luchtte die zijn hart er ook over. Mag ik gerust delen? Toen zei ik natuurlijk, Henk, je klinkt als een oude man. Je hebt natuurlijk geen smartphone. Lekker swipen. Maar hij heeft wel gelijk. Maar het is natuurlijk van alle tijden, hè? We bouwden ook het gouden kalf. Het was niks. Maar het beeld van zo'n... He, kalf, een jong stierkalf, vruchtbaarheid, kracht, van goud, het glansde, glamour en glitter. Ziet u de termen? Oh, wij maken het graag zo tastbaar. Want dat geeft ons de illusie van zekerheid. En dat zie je dus in materialisme, in consumentisme. Maar pas op, dat zie je dus ook in religiositeit. Dat is ook heel tastbaar. Dan is jouw vorm je godje. Dan zijn jouw liedjes je godje. Dan zijn jouw broeders en zusters je godje. Ja, dat kan ook. Een gemeenschap is prachtig. Maar als jij voor dat diepe verlangen afhankelijk bent geworden van de gemeenschap in plaats van degene die jou deze gemeenschap geeft, is het afgoderij. Dit gaat diep. Juist het thema van vandaag, als we het gaan hebben over ons verlangen, dan kom je in het diepste punt van je hart terecht. Van je ziel, van je geest.
En weet u, op dit punt staat of valt de vraag of je echt gelooft. Dus niet op het gebied van gedrag. Heeft er wel mee te maken, want ik kan je echt vertellen waar je grootste verlangen naar uitgaat, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn, maar daar richt zich ook je gedrag op. En is het niet zo? Laat ik het grootste afgod, de grootste afgod van deze tijd, maar volgens mij is die er altijd geweest, maar nu zeker, geld. Ik kom uit het bedrijfsleven. Ik ben er op een bijzondere manier uitgestapt, gerold, getrokken door God, denk ik. Ik overweeg serieus of dat het niet weer eens tijd wordt om terug te gaan. Maar ik ben gefascineerd door wat er nu met banken gebeurt. Met bankiers, maar ook dat hele systeem. Wij denken allemaal dat die bankiers natuurlijk schuldig zijn. Zo worden ze ook geëtiketteerd. Ik hoop niet door u. Grote graaiers, hebzuchtige mannen. Als waar is wat Joris Luijendijk hierover schreef. Ik pak even wat maatschappelijke thema's die u ook horen te raken. Die heeft 2 jaar lang in Londen in de City gezeten. Heeft er een prachtig boek over geschreven. Dit kan niet waar zijn. Die zegt, het zit niet in die mensen individueel. Was het maar zo, dan kun je inruilen. Nee, het hele systeem klopt niet. Het is een monsterlijk onbeheersbaar groot systeem geworden. En weet u, uw hele dagelijkse leven hangt er vanaf. Lieve mensen, dit is een gouden tijd voor echte christenen. Want als het spul echt implodeert, dan komt het erop aan. Had je een andere God dan deze? Dan zullen die mensen boven komen drijven. En met boven drijven bedoel ik, dat worden dan de bakens in zee. Dan kunnen juist de christenen met de armen openstaan en zeggen, oh geweldig dat jij inmiddels ook de illusie voor jou is doorgeprikt. Kom maar bij, joh. We delen het brood vandaag met elkaar. Voel je welkom. Jongens, Mammon is op dit moment de grootste godheid. Daar ben ik van overtuigd. Omdat het hele systeem eraan vasthangt. Hoe krijg je nou meer verlangen naar God? Wat kan God nou in je leven doen? Wat kan jij doen om je daarvoor open te stellen? Wat kan je doen om vanmiddag dat verlangen wat God heeft voor jou, waar Henk over gaat spreken, ook echt binnen te laten komen? Weet u, die twee moeten elkaar raken. En dat vind ik het mooie. Die raken elkaar ook alleen maar op het plekje waar het verlangen zit. Dus als God nog in je hoofd zit, overigens, daar zit je geest natuurlijk ook, hè, maar dan bedoel ik vooral rationeel. Als God nog een rationele grootheid is, dan kan die je niet raken met het verlangen. Hij kan je alleen maar raken vanuit zijn hart in jouw hart. Dan pas gaat er gebeuren waar God zo op uit is en waar jij voor geschapen bent. Namelijk de intimiteit met hem. Het gaat dus om een relatie. En wel de allerbelangrijkste, de meest primaire. En dus ook de meest diepe intimiteit zou je met hem moeten hebben als het gaat over deze diepe, diepe, diepe verlangens. Daar moet niet je man of je vrouw in hoeven voorzien. Dit zeg ik omdat ik ook enorm veel druk in mijn praktijk heb, om het maar zo te zeggen, met vastgelopen huwelijken. Ik zei het net al even, een van de grootste afgoden naast de mammon is misschien wel de romantische liefde. Dan wordt man of vrouw wordt vergoddelijkt. En dan gaan we elkaar dus ook de last opleggen, jij moet mij gelukkig maken. En als dat dan niet meer zo best lukt, omdat alles begint te zakken. Met botox kom je nog een eindje. En wij mannen naar de sportschool. Of het temperament loopt wat weg. Of er is ziekte. Of er is geestelijke moeite. Waardoor je partner ineens niet zo leuk meer is. Nee, waardoor het lijden wordt. En je moet afzien van allerlei geneugten. Die je hiervoor nog had met elkaar. Dan komt de neiging, zeker in onze tijd, snel boven. Kunnen we dit niet inwisselen, zo zie je. Waarom wil je het inwisselen? Omdat de ander God voor je was. Als ik mensen wel eens counsel in huwelijksproblemen, dan zeg ik ook altijd, ik red geen huwelijk. Ik red überhaupt niks. Maar ik wil jullie allebei individueel weer in aanraking brengen met waar je eigenlijk naar verlangt. En dat zit je nu op elkaar te projecteren. En als je de grote minnaar wil ontmoet, dan krijg je zoveel ruimte voor dat gebrokene naast je.
wat er nu zo alle belabberds aan toe is. En waar je inderdaad niks aan hebt. Dat geef ik eerlijk toe. Maar moet je er wat aan hebben dan? Jongens, een huwelijk, overigens elke relatie, hoort zo te zijn. God bevestigt jou in je diepste verlangen. En dat wordt een bron van levend water voor alle anderen. Voor je man, je vrouw en je kinderen. Let op, ook de kinderen. Hè? Even een klein woordje voor de kinderen. Kinderen zijn er niet om u gelukkig te maken. Hè? Kinderen zijn niet het verlengstuk van uw identiteit. U hoort als God te zijn voor uw kinderen. Dat betekent, u haalt alles uit de kast voor hun levensgeluk. Dat is de bestemming. God wil het in overmaat geven. Mensen, dit is echt heel moeilijk. Dit gaat diep. En dat blijkt ook wel, als ik er even een voorbeeld uit mag halen. Er staat in Marcus 12, dat lees ik nog wel eens als er in een dienst de wet gelezen moet worden. Dan lees ik dit. Er is weer een theologische discussie geweest in Marcus 12. Tussen de schriftgeleerden en Jezus. De Sadduceeën over de opstanding uit de dood. Is wel passend net na Pasen. He, een vrouw had kinderloos, stierf de man. Nou, met 7 broers. Met wie is ze straks getrouwd? Nou, dat is de voorgeschiedenis, maar dan komt er dit. Vers 28. Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat Jezus hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is, luister Israël, de Heere onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit: heb uw naaste lief als uzelf. Het gaat bij God alleen maar om liefde. En niet om plichtsgetrouw gedrag. Het gaat om een hartsgesteldheid. Het gaat niet om je vriendje af en toe nog ontmoet omdat je zo'n mooie gouden ring hebt gehad. Nee, het gaat erom dat je idolaat bent van je vriendje. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem: inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan hij. En hem liefhebben met heel ons hart, met heel ons inzicht en met heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf, betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Nou, je zou toch zo iemand op het podium hebben met een getuigenis. Nou, die heb het begrepen. En ik vind het verbijsterend dat Jezus dan zegt: Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. Dus hij was er nog niet. Wel dichtbij. En ik hoef gelukkig niet te oordelen ook over deze man, maar dit fascineert mij. Want eerlijk, mijn verlang is, ik wil zo graag bij dat koninkrijk van u horen. Nu al, hè? Nu. Niet pas straks. Straks zal het volmaakt zijn. Gaat Henk het over hebben waarschijnlijk. Maar nu al. Maar blijkbaar, ja, hij raakte het punt. Hij kon het precies zeggen. Maar misschien was het zo dat zijn hart er nog niet echt uit leefde. En daar gaat het om. We moeten geraakt worden in ons hart. Zoals we nu ook geraakt worden door andere dingen in ons hart. Want let op, u wordt geraakt in uw hart. Er zijn dingen die uw verlangen bevredigen. En de vraag van vanmorgen is alleen maar: is dat God met een hoofdletter G of is het met een kleine G? En dit is een dag van bemoediging. Ik wil u aanmoedigen, bemoedigen. Hopelijk ook met deze ontdekking. En misschien is het wel een ontmaskering. Om nog meer uw aandacht met uw hart op hem te richten. Ga alsjeblieft met al je verlangens naar hem. Dat is al een heel andere manier van leven dan dat je je verlangens probeert te bevredigen hier en hier en hier. Dat veroorzaakt vaak zo'n druk, zo'n opgejaagdheid, zo'n bitterheid als het niet lukt, zo'n boosheid als de God tegenvalt. Zoveel teleurstelling als je weer afscheid moet nemen. Of weer ontslagen bent.
Of je zegt elke dag, net als ik, in die duisternis. Voor je het weet, krijgt het je te pakken. En ben je het zicht kwijt en je aandacht kwijt op de echte bron van het leven. En daarom wil ik eindigen met 2 Korinthe 3, vers 18. Dat vind ik zo'n mooi vervolg op Romeinen 1. Omdat daar zo gewaarschuwd wordt in Romeinen 1. Jongens, je legt je aandacht bij het geschapene. Je bent de majesteit van God kwijt. En je zoekt nu majesteit in aardse dingen. Die overigens nooit gaan bevredigen en die maar een schim zijn van wat je er nu in ziet. 2 Korinthe 3, vers 18. Daar staat dit. Eerst is dat dilemma weer van wet en geest. En daar staat, dan eindigt Paulus hier. Dit hoofdstuk met wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Nog een keer. Moet je even proeven deze tekst als het gaat over aandacht. Ik moet u eerlijk zeggen, ik vind het heerlijk. Ik heb dierbare herinneringen aan Zuid-Nederland, omdat ik regelmatig in kloosters mij terugtrek. Dus de Rooms-Katholieke traditie heeft mij veel geboden als het gaat over kloosters. Stilte, we hadden het er net even in het gebed vooraf nog met elkaar over. Stil worden. Stil worden is trouwens, gaat dieper dan alleen maar afstand nemen van geluid. Stil worden is dat je ook je ego loslaat. Stil worden is afscheid nemen van je hoogmoed. Psalm 131, moet u maar eens lezen. Het zijn maar een paar versen. En als je dan in zo'n heilige stille ruimte, urenlang, de ruimte hebt om aandacht te vestigen, dan zou je je aandacht eens op deze ene tekst moeten vestigen. En alleen maar mediteren met aandacht. Wij, die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, die majesteit, die onvergankelijke majesteit. Heer, geef me er een beeld van. Heer, ik wil uw troon aanschouwen. Heer, ik wil uw aangezicht zien. U bent de levende. Ik wil de levende niet meer bij de doden zoeken. Ik wil bij u komen. Ik zeg het wel zo, u mag ook vragen stellen. Hè? Dit gaat op het randje. En ik ben nog bezig om het verder misschien uit te werken ooit. Maar dit is het symbool wat we natuurlijk heel vaak gebruiken in de christelijke kerk. En terecht, wat staat dit voor een enorm diepe waarheid. Maar dit is wel geschiedenis. Het is voorbij. Dit is net als het fotoalbum van je trouwdag. En als je na 30 jaar huwelijksproblemen hebt, heb je een hele slechte huwelijkscounselor als die zegt, gaat het fotoalbum maar weer een beetje doorbladeren. He, je kan het al meenemen en zeggen, weet je nog, jongens, kun je er nog naar terug? Jongens, dit was het verbond, het nieuwe verbond, hier. Maar hier is Jezus niet meer. Weet u waar hem nu vindt? Op de troon. Lieve mensen, op de troon. En dan zeg ik het wel eens zo en dit opnieuw. Weet u, we zouden eens wat minder met onze zonden naar het kruis moeten gaan. Ik wil geen hele verhandeling over zonden. Maar voor alle zonden is al betaald, hè? Alle. En het kruis is leeg, het is er niet eens meer. Nee, we zouden met onze afgoden naar de troon moeten gaan. En als je daar de heerlijkheid van de Heer aanschouwt, dan moet je tegen hem zeggen, en Heer, neemt u alstublieft al die beelden van vergankelijke dingen uit mijn hoofd en uit mijn hart. Verlos me van mijn afgoden, want ik kan ze zelf niet eens loslaten. Ik durf echt te beweren dat uw verlangen juister gericht gaat worden en echt nog dieper en krachtiger gaat stromen. Dan legt u de ring even opzij en u krijgt weer contact met de bruidegom. Wij, allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van die Heer, want dat gebeurt er, naar de luister van dat beeld worden veranderd.
Je krijgt weer contact. Je kijkt hem in de ogen. Hij kijkt jou aan. Er hoeven geen eens woorden te vallen. Woorden schieten tekort wat er dan gebeurt. Zoals als je geprezen bent met een gelukkig huwelijk. En eerlijk, dat mogen Joop en ik tot nu toe echt zeggen. Dan zijn de heiligste momenten vaak de momenten dat ik niet eens hoef te zeggen. Dan ziet ze het al aan me. Of ik aan haar. Ik ben gezegend met het feit dat ik makkelijk huil en dat ik thuis echt verdriet mag hebben. Zonder dat mijn vrouw, Joke, in paniek raakt of wat er... Nee. Dan slaat ze een arm om me heen en dan fluistert ze in mijn oor. Wat heb je het zwaar, Arie. En dat is genoeg. Het is nog fantastischer als ik merk dat de Heer Jezus het via Joke doet. Ik moet u eerlijk zeggen, het is ook het enige waar ik nog op kan leven. Als ik dit verkwans, het is geen stoerheid, hè, maar mijn leven is zo gek geworden, zo noem ik het maar. Als ik 3 dagen mijn intimiteit met hem verkwansel en ik raak het grensje wel eens, dan word ik stapelgek. Dan kun je me echt opnemen, omdat ik de rest niet meer op orde heb. Dus je bent ook gezegend als de Heer je op een pad leidt, dat je op een gegeven moment niet meer zonder hem kan. Want je bent bij 3 meter links of rechts al los in de dak. Ik sluit af, wat gun ik jullie allemaal en mezelf. Dat dat verlangen waar we mee geschapen zijn, uitsluitend gericht is op hem. En aan hem mag je echt vragen, Heer, meer. 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 Vul me. Vul me. Voed me. Troost me. Hou me vast. Bemoedig me. En wat zie ik uit om straks echt van aangezicht tot aangezicht. Lieve mensen, dat is de hemel. De hemel is God. Daar wil ik voor binnen. Moment stilte. Heere Jezus, u bent de levende. U regeert met alle kracht en macht en majesteit. Uw goddelijke majesteit is niet eens met ons blote oog te benaderen. Maar we willen onze aandacht en onze ogen wel op u richten, zeker als we ze nu sluiten. En we willen met dat verlangen wat u, Vader, in ons geschapen hebt. Wat u, Jezus, als de grondlegger van de schepping in ons gelegd hebt. We willen met dat hele verlangen bij u komen. En we smeken u, Heilige Geest, wilt u de vervulling zijn van al onze verlangens. Wilt u die diep gewortelde verlangen naar liefde, naar waarde en betekenis uitsluitend en alleen door God laten vervullen. En zo komen we hier ook allemaal persoonlijk met onze afgoden. Ik ook. Pap, want dat mogen we zelf zeggen, papa. Pap, Heere Jezus, Heilige Geest, ik wil u vragen of u ons met alle liefde en mildheid die afgoden uit onze handen wil nemen, uit ons hart wil snijden. Zodat we met een onverdeeld hart openstaan, juist ook omdat we vanmiddag van uw gezant, uw geroepene Henk, hopen te horen wat uw verlangen voor ons is. Heer Jezus, we willen geraakt zijn, geïnspireerd door uw aangezicht. Vader, we willen geraakt zijn door uw vaderhart. Heilige Geest, we willen alles uit ons hart weg, zodat u woning kunt maken en volledig en totaal intrek kan nemen. Dank. Dank voor uzelf. Dank voor uw glorie, uw majesteit. Dank voor het feit dat u onze Vader en Schepper en Koning bent. Amen.